Het domein Maatschappij en Welzijn is er voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de mens en zijn gedrag en hoe wij functioneren in de samenleving. Vanuit de B-stroom in de eerste graad neem je op UM de rode metrolijn naar station Zorg en Welzijn in de tweede graad. Wie erg praktisch is ingesteld, maar het moeilijker heeft met theoretische vakken, kan in de derde graad kiezen voor een diploma Basiszorg en Ondersteuning of Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn. Daarmee kan je na het zesde jaar onmiddellijk aan het werk als huishoudhulp, zorg, woonassistent of logistiek assistent in de zorg. Je kan na je zesde jaar ook nog verder studeren. Met een aanvullende senso-opleiding in UM kan je bijvoorbeeld kinderbegeleider of zorgkundige worden. Of je kan een Graduaat- of HBO 5-opleiding volgen. Wil je naar een professionele bachelor, dan moet je wel eerst een schakeljaar volgen. Vanuit elke talentmodule uit 2a kies je je eigen parcours op basis van je talenten en bestemming. Met de blauwe doorstroomlijnen Humane Wetenschappen en Maatschappij en Welzijnswetenschappen bereik je sowieso het hoger onderwijs. Je krijgt theoretische vakken als Sociologie en Psychologie, Filosofie en in Humane ook Kunstbeschouwing. De leerinhouden tussen beide richtingen zijn meestal vergelijkbaar, maar soms te kennen op een ander beheersingsniveau of te verwerken op een ander tempo. Met andere woorden, humane wetenschappen kent minder tussenstops dan maatschappij- en welzijnswetenschappen. Humane wetenschappen leidt daarom bij uitstek naar een academische bachelor en welzijnswetenschappen naar een professionele, maar beide bestemmingen zijn mogelijk. De gele lijn van de dubbele finaliteit maatschappij en welzijn combineert het praktische luik met een theoretische basis. Via de richtingen gezondheidszorg en opvoeding en begeleiding kom je zo ook uit bij hoger onderwijs van een korter tippen of je gaat aan de slag op de arbeidsmarkt. Je kan ons studieaanbod en lessentabellen nog rustig in detail bekijken op onze website.